Onrust, een baanbrekend jongerenprogramma dat van 1988 tot en met 1992 alternatieve muziek en subculturen op tv bracht. Hoe is het met de helden van toen? En hoe kijken ze terug op het programma? Onrustmaker Bram van Splunteren zoekt ze opnieuw op, 25 jaar na de eerste uitzending. Onrust is bijzonder belangrijk geweest voor de ontwikkeling en het ontdekken van de muziekstroming. House op dat moment. En het heeft ook een meerwaarde door het feit dat het natuurlijk wijd verspreid en populair televisieprogramma is. Ik vind het ook belangrijk dat Onrust zelf niet echt een soort van waardebeoordeling geeft of een bepaald soort opinie geeft, maar gewoon puur registreert en vanuit een redactionele betrokkenheid die dingen laat zien wat ze belangrijk vinden. Maar niet op, weet je, niet met een opinie meteen gaat bepalen of het goed of slecht is. En ik vind dat heel belangrijk en dat mis ik veel te veel. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik was toen met 20 dansers uit Club Roxy er naartoe gegaan. Mm-hmm. En er waren twee meisjes die het interview afnamen. Klopt, ja. En de eerste vraag die ik eigenlijk verwachtte was, en hoe zit het met die ecstasy? Want daar ging elk interview op dat moment, in die tijd, over. Ja. Dat ging altijd maar over drugs. Dus ik was heel erg verbaasd dat het opeens over muziek ging. Dat is de meest heftige, vernieuwende, intensieve dansmuziek van de afgelopen jaren. Radicaal ook. Het is muzikaal gesproken gebaseerd op de disco jaren 70 en de house natuurlijk. En het is een soort radicaal doorgevoerde vorm van elektronische dansmuziek. Mijn rol in Club Roxy was eerst en vooral oprichter, creatief directeur. Ik was verantwoordelijk voor de muzikale invulling en de creatieve invulling. Dus qua de programmering van de club, de look, het imago, alles wat te maken had met de uitingen van de club. Dus de flyers, de posters. Ik was ook verantwoordelijk voor het deel van het personeel. Dus de DJ's en de portiers. Het deurbeleid, dat viel ook onder mijn verantwoording. Naast het feit dat ik dan oprichter was, was ik mede-eigenaar. En het moest niet alleen maar een discotheek worden of een theater. Nee, onze ambitie was Club Roxy moet een legendarische club worden. En het hoeft allemaal niet zo diepgaand te zijn of verantwoord te zijn. Het is een andere vorm van een avondje uit. En je kunt een avond naar een concert of een avond naar de film. Dus waarom zou je niet een avond gewoon uit je dak gaan op een inhoudsloze muziek of zo? En dat er eindelijk een soort van serieuze omroep als de VPRO zich ging mee bezighouden, dat vond ik ook wel een zeer goed initiatief. Want het ging meer de diepte in en het verbreedde zich en er was tenminste een soort aandacht voor het fenomeen house. Ik wist wel dat het een succesvolle club kon worden en ik wist dat housemuziek echt heel groot kon worden. Maar zo groot als het nu is, wereldwijd, had ik nooit, nooit, nooit kunnen bedenken. Daarnaast was ik ook DJ en ik heb een vaste avond genomen op vrijdag. En vanaf dag 1 was mijn intentie om nieuwe elektronische dansmuziek te laten horen. Nou kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een stapeltje, zal ik het even pakken. Een stapeltje New Beat. Een stapeltje New Beat. Nou, hoe inspireert dit? Dit is een New Beat versie van het origineel van Kevin Saunderson, Rock to the Beat. Maar dit was eigenlijk de allereerste hit in de New Beat genre, Rock to the Beat. Er zijn ontzettend veel versies van geweest. A Split Second, dat is een van de eerste platen die ooit is gemaakt, zeg maar, in het New Beat genre. En dat komt omdat de DJ van het moment de verkeerde snelheid op had, terwijl hij Flash speelde. En Flash hoort eigenlijk op
45 gedraaid worden op singlesnelheid. En hij draaide het op 33. Maar het klonk zo fantastisch dat hij dacht van nou, ik draai meer van dat soort platen in de verkeerde snelheid. En ja, als je dan gaat luisteren naar New Beat, waarom klinkt het zo metalig en waarom klinkt het zo zwaar? Dat komt door de vertraging in de muziek. Het allerleukste van Acid House, dat vind ik wanneer het een trance veroorzaakt. Dus dat de beat non-stop doorgaat. Dat kan uren achter elkaar zijn. En daardoor raak je in een soort trance als danser of als luisteraar. En als je er dan overgeeft, dan kom je de meest vreemde sferen terecht waar je normaal gesproken nooit aan zou denken. Mensen kennen mij vast van vroeger als house DJ. En dat ben ik natuurlijk heel lang geweest. Maar ik vind dat voor mij eigenlijk te beperkt. Als ik nu house draai of koop, is het in Zuid-Afrika. Dat is voor mij nu echt zo'n beetje de plek waar het echt gebeurt. Als je als DJ, zoals ik, al 35 jaar werkt, en dat doe ik dus nog wel eens, maar dan ga je merken dat er eigenlijk niks nieuws onder de zon is. Alleen de sound verandert en de attitude verandert. Hoe mensen luisteren naar muziek, hoe mensen muziek beleven verandert. Maar in wezen verandert dansmuziek nooit. Het blijft altijd voor mij dan een wisselwerking tussen DJ en publiek, wat ik doe. En dat staat altijd voorop. Het feest, daar gaat het om. En wat voor geluid je laat horen, wat voor stijl, dat is eigenlijk niet belangrijk. Ja, je ziet heel veel elementen uit de jaren 60 inderdaad terugkomen. Maar ik vind het wel heel interessant dat het bij Acid & House gecombineerd wordt met elementen van nu. Dus bijvoorbeeld rubberen duikpakken en dat soort dingen. Dat is echt iets van nu.